halen als je dat doet. Neem gerust even je tijd. En dan straks, als je wilt, op de rechte stukken. Dan kun je van alles nog inhalen. Hallo! En zo gaat de laatste nog over de stad. Allemaal voor de 5 en de 10 kilometer. Nou, binnen een minuut. En als André over de stad. Inmiddels op 16 minuten, bijna 17. En dan zien we de eerste alweer aankomen. Dus ik zat aardig goed met mijn tijd. Oh, goed. Een minuut te kort. Kom op, hè. Nummer 6 onderaf. We gaan allemaal nog even voor een volle ronde. De tijdregistratie, daar werkt perfect. Alleen de namen ontbreken nog even. Met de nummer 560, die kijkt nog even op zijn horloge wat de tussenstand is. En hij weet dat hij nog even een ronde gaat lopen. ...17 minuten en 55. Dan is de eerste binnen van de 5 kilometer. ...542. 18 minuten en 10 seconden. Allebei van de BB-lopers. Die zijn over. En dan weten ze dat ze straks op het mooie grote podium kunnen. En op weer 818. Christian de Haan, ja. De namen die komen er weer bij. Daar is de derde plek voor weggelegd. 18 minuten en 37 seconden. Niels van der Hoorn, Steve Oosterkamp, Retsen van den Berg uit Zwolle. Rick Meinders. Die gaat nog even voor een volle ronde. Die weet de weg te vinden. Die heeft geen hulpje meer nodig vanmiddag. Mitchell Brouwgeers. Die kant op, hè? Die kant op, 5 kilometer. Die kant op, 5 kilometer. Jan Zielman, die gaat over de streep. Jan Zielman gaat over de streep. 19 minuten, pakweg 20 seconden. Carlo Stabost, Jordi Pasman. En Jordi, die ziet die blauwe mat. En die denkt, verrek, ik moet nog 5 kilometer. En met nummer 879, Erwin Kreul uit Nieuw-Leuzen. Is op de finish. Ronald Schotman, die gaat nog even voor 5 kilometer. Nee, hij zegt, ik bekijk het, ik zet hem uit. Edwin van Leusen, 20 minuten en 12 seconden. Ties Fokkert, je bent ook over de streep. Tuin Ferdinand, die gaat over de streep. Marcel Wiggers uit Hattem. En dat geldt ook voor Marije Veldman en Annie Kloosterziel. Allemaal over de streep. 21 minuten en 20 seconden.
En ook van Jur Vakket. Alwin Bakker. Sam Vakket. Wat dat betreft zijn de Vakkers nog aardig vertegenwoordigd. Even aanzetten. Kijk toch eens aan. Jeroen Beekhoff. En Gerbert. Gesper Dalma. Emiel Pomsteen, die is over de finish. Eva Stienstra, met de mooie Drentse Zuidwolde, over de finish. Remco Broekhuizen. En Roland Scheffer, Liam Schutte. 22 minuten en 22 seconden zaten we op. Herman Richter. Colin Bakker, Gert Battels. En zo zijn er nog een aantal die de 5 kilometer hebben gelopen. Die mogen hier linksaf. En ga je er nog even een lekkere 5 kilometer tegenaan gooien. Dan weet je de weg te vinden. Dan ga je rechtdoor. Sander Bos, Lemerenveld. Theo van Vuren. 22 minuten en 50 seconden. En dan komen Ronald Swartz, Kirsten Mulder, allemaal binnen die 24 minuten. Roy Dijkslag, die zet zijn eigen timing op uit en die weet dat hij het goed heeft gedaan. Art Schuurman is over de streep. 23 minuten en 43 seconden. Irma Bas, ook over de finish. Gaan we ons gerenden. Rolf van den Burg, William van Oenen, Rob Harten. We zijn allemaal de 5 kilometer lopers. We zitten inmiddels op 23 minuten en nou ik kan wel zeggen 24 minuten bijna. Dan komen ze aan Lisander Nikkels, Bas Koekoek, Dennis Hophoff, Bart Roest, Jesse Meijberg. We zijn allemaal binnen, Bart, Pieter Mensing, Bertus Mensing. 5 kilometer, niet anders hoor. 5 kilometer, klaar. Terug. Ga je voor de 10, dan mag je rechtdoor lopen. Ging je voor de 5, dan ga je linksaf. En dat doet ook Robin van den Berg. Ik denk die gaat voor de 10. Dani Wanes, Warme Krul, zijn allemaal over. Wil je nog even binnenkomen binnen die 25 minuten, dan heb je ongeveer nog 10 seconden. Dus als je over die blauwe streep bent gegaan, de eerste, zet nog even aan, dan weet ik zeker dat je het redt. Bas Liepman. En die hebben het allemaal gered net binnen die 25 minuten. Erik Mendel, Joep Rundel. En dan ben ik een heel groepje aangerend. Yannick van Dijk, Lisa Haarhuis, Nick van Gerp, Joris van Driel, Leon Dietman. Teunis Apeldoorn, Max Begeman, Jan van Kooi. Allemaal nog net binnen die 24 minuten. Ga je voor de 10? Loop rechtdoor. Ga je voor de 5? Sla maar mooi linksaf. Heb je je prestatie weer geleverd? Edwin Luchtenberg. Zeven Kroes en Bjorn Wolters.
Mark Schone willen. Henk Salomonsen, Emma Loot en Robert de Vries. Allemaal binnen die 27 minuten. Frank Kresman, Ruben Eikenaar. Henk Ruijbroek. Bad Armens. 27-01. Judith Seidsma, Lisbeth van Pijkeren. Die komen er ook aanlopen. En ook Henk Brasching. Hey, hallo. De plaatsgenoot Mark van Groep. Weet je boel maar vooral, mijn overstreep Dennis Doodman. Klasse. Gerben den Otten. Wat is leuk. Een heel groep hier voor 5 kilometer loop. Die hier linksaf mag. Bij mij. Ga je voor een 10. 1 recht, 1 recht uit. We zitten inmiddels rondom de 28 minuten. En er zitten ongeveer 20 seconden van verwijderd. Dan zie je de eerste beste blauwe mat. Zet nog even aan. Heb je misschien wel een persoonlijke bal? Gerard van Bennekom, die zien we eraan komen. Hetzelfde als Daniel Wolf. David van de Vechten. Martijn Beltman. Die gaat er ook aankomen. Maarten Bouwman, 28 minuten 30 seconden. Marlies Geus, 28:36. Jeroen Haring. En zo komen alle 5 kilometer lopers. Die gaan allemaal richting die welbekende blauwe mat. En die mooie zwarte boog van Run Today. En dan weet je dat je over de finish bent. Heb je je opgegeven voor een 10 kilometer? Maar dan weet je dat je nog even rechtdoor moet. Even een stukje aanzetten voor die laatste 5 kilometer. We zitten inmiddels op ruim 29 minuten. En dan zien we dat Vera van Beers, Rianne Klein, Hulsma, Dorien Vroeghuizen, Paul Rekenaar, Jan Willem Groen. We gaan allemaal over de finish, allemaal over die blauwe mat. Allemaal mooi binnen die 30 minuten. Marloes Witteveen, eerste fietser. Pelina Christman, 29:56. Louise Nota, jawel, Amersfoort. En dit zijn allemaal 10 kilometer lopers. En 5 kilometer lopers natuurlijk. De 10 kilometer lopers die gaan nog even recht voor. Miranda Schipper is over. Bas van Nes. Loek den Hato gaat zwollen. Clarine Sellers, die zet nog even aan voor de laatste meters. Bjorn Kamp, Peter Bjorn Kamp en Gertien Klaassen. Even gebroedelijk over de blauwe streep en de handen in de lucht. Jazeker, jullie hebben het netjes gedaan. Net binnen die 31 minuten. En dat geldt ook voor Mark Zuidberg. Mienke Vrijen. Allemaal nog net binnen die 31 minuten. Die dat niet gaan redden. Els Rost. 31:08. Patricia Vreeswijk. Marilyn Ter Broeke. Gaat ook over de finish.
Annalien de Ros. Met een mooie hoezorst. En dan even naar links kijken, hier, dan gaan er weer drie rechtdoor. En dat betekent dat ze allemaal nog even een 5 kilometer bij aanknopen. Die gaan nog even 5 kilometer verder voor deze 11e editie van de vacatievoerders Wietende Plasloop. Anneke de Bouwmeester en Ronald Geluk. 5 kilometer die kant op. Maar die gaat zijn geluk nog even beproeven om nog even een kilometer bij aan te knopen. Die gaat voor de 10 kilometer. We gaan richting de 32 minuten. Zal het niet helemaal lukken, maar als je even aanzet, dan blijf je onder die 32. En dat heb je netjes gedaan. Dat gaat helemaal lukken. Lisette Klompenmaker komt binnen en ook Harry. Sandra Jongboom. Caroline Jans en Carine Visser, die zien ook de laatste meters, of er gaan nog even de 5 kilometer gaan. Gerjan Skaap, Nicole Kruijzen, Igor de Jong, die zien allemaal die welbekende zwarte finish en die mooie blauwe streep en dan ben je erover. Er zijn nog een aantal 10 kilometer lopers en die gaan nog even rechtdoor. Caroline van Voorst en Caroline Versteeg. Max Drevers met het mooie Ens, het polderlandschap. Mila Eertink, Romy Wezenberg. Je gaat nog even over de streep. Hermien Bolling, 34.08. Richard Jansen. Esther Helden. Iris Pot. Henrike Stegeman. Ze gaan over de streep, 34-22. Afslaan! En zo gaan alle 10 kilometer lopers rechtdoor. Heb je de 5 gelopen, sla je linksaf. Je bent erop zitten. Marieke Groeneveld en Tamar Uringa. Eerst een 10 contract, Gerard. Er komen een aantal binnenlopen en ik heb begrepen dat we ons op gaan maken voor de eerste van het team. En dan komt er nummer 1 aan, Falco Olivier, dat heb ik begrepen. Die gaat het even doen hier in Wieten. En dat gaat hij zeker doen. Ik kan zeggen, er komt nummer 1 aanlopen met